Vanmorgen tegen 10 uur werd ik gebeld door de alarmcentrale dat de kustwacht had gebeld. En die had een verzoek gekregen voor hulp bij een machinekamerbrand bij het schip hier achter ons, wat ongeveer 10 mijl uit de kust lag. Het schip had tevens 2 slachtoffers met brandwonden. De slachtoffers zijn daarna ook van Holland gebracht. Hoe is het daarmee? Ja, wat ik begrepen heb, naar omstandigheden goed. Ze hebben lichte brandwonden en zijn daarvoor behandeld. Jullie zijn per helikopter naar de boot gebracht. Hoe is dat? Ja, dat hebben wij de afgelopen jaren een aantal keren beoefend. En we hebben nu gezien dat dat ook echt effect heeft. Want redelijk snel stond alles klaar. Eenheden van ons gingen er naartoe. Hebben geholpen met het inladen van de helikopters. En we zijn in 2 vluchten daar naartoe gebracht. 2 keer 3 mensen met spullen. En het overige personeel is met een boot van het havenbedrijf daar naartoe gebracht. Hier is verder gecontroleerd of de brand uit was. Is de brand nu onder controle? Ja, nu zijn wij helemaal klaar hier aan boord. De brand is uit. Toen wij eenmaal bij het schip waren op zee, toen hebben we besloten om de machinekamer dicht te laten, omdat de kapitein CO2-blussing had toegepast. Dat is blussing met kooldioxide. En die leek succesvol, maar er kwam ook nog wel wat rook links en rechts uit. Dus we hebben besloten om hem op zee dicht te laten. Gecontroleerd hier naar de wal te brengen. En hier aan de wallenkant dus het schip te openen en te kijken wat er gebeurt. En dan met alle spullen klaar. Jullie kregen vandaag een melding van een scheepsbrand op de Noordzee. Kan je vertellen hoe dat verloopt? Ja, in eerste instantie komt alarmering binnen. En dan begint dat met een vooralarm. Dan weet je dat het contact plaatsvindt tussen de incidentcommander en de kustwacht. Van wat is er aan de hand, wat voor soort schip is het en kunnen we daar naartoe? En uiteindelijk komt daar een transport. Dus dat betekent voor ons dat er een daadwerkelijke go is om naar het schip toe te gaan. En dan gaat het voor ons erom spannen om alles gereed te maken om zo snel mogelijk aan boord van het schip te komen. Dat gaat per helikopter. Je stapt de helikopter uit en dan? Nou ja, we zijn er niet uitgestapt, want als wij aan boord van het schip komen, worden wij boven het schip gehoist. Dat betekent dat we met lijnen vanuit de helikopter naar beneden gelaten worden. Daar onze persoonlijke spullen gereed maken, ons bluspak aantrekken en dan zo snel mogelijk contact zoeken met de kapitein om uiteindelijk te kijken van wat kunnen we nog doen, wat zijn de bijzondere gevaren en risico's om dan nog te kijken welke inzet kunnen we plegen. Hoe is de inzet vandaag gegaan, de eerste inzet? Ja, het is sowieso, op zee is dat natuurlijk sowieso bijzonder. Het is niet de eerste inzet op een schip geweest, maar wel onder deze omstandigheden dat we op zee waren en daar een inzet te doen, dat maakt het inderdaad bijzonder. De kapitein had er alles aan gedaan om te proberen die brand onder controle te krijgen. En uiteindelijk assisteer je daar de kapitein bij. En dat is dan achteraf toch wel succesvol.